zeg je eerlijk, weet je, als ze mij zien, zijn ze sowieso nooit teleurgesteld. Oeh, yes! Energy! Hi, ik ben Rowan en je kijkt naar het Spot On jaaroverzicht. Vandaag een primeur, want voor het eerst in Spot On historie gaan we een video maken met al deze prachtige Spot On hosts. En we gaan ons jaar bespreken op maatschappelijk, op sociaal, maar ook op persoonlijk vlak. En we gaan het over alles hebben, echt alles. Ook tante corona komt langs, jawel. Maar voordat we daarover gaan hebben, eerst even naar jullie en wat jullie achter willen laten in 2021. Let's go. Weer een lockdown. Ik kon mijn verjaardag niet vieren. Corona, studie. Regen. Wandeldates. Ik wil gewoon weer in een restaurant kunnen zitten. Slechte vrienden. Vet rollen. Arm zijn. De kou. Stress. Lekker thuiswerken. Alles wat slecht is, wil ik me achterlaten. Ik ook. Voor heel veel mensen was het dus een beetje kut het afgelopen jaar. Maar voor ons was het ook wel heel mooi. Dus laten we even kijken naar onze persoonlijke highlight. Wat is er allemaal in jullie leven gebeurd in 2021? Nou, wat ik wel heel erg bijzonder vond, is ik ben eigenlijk sinds vorig jaar op televisie. Ik doe dus belbus bij kassa. En in mijn beleving zat ik gewoon heel erg in mijn eigen bubbel. Want je hebt je team en je gaat op pad en je zit in die auto. En je hebt heel weinig contact met de buitenwereld. En toen ineens kreeg ik een nominatie voor die gouden televisiering. Ja, doof. En toen dacht ik, wow. Ik ben wel in shock. Want voor mijn gevoel was ik maar wat aan het doen. En om dan toch op die longlist te staan, dacht ik van, ah ja. Is ook wel een soort acknowledgement, denk ik. Zeker. Voor wat je doet. Je hoort dat alleen van je maar directe collega's. Maar je was niet zomaar wat aan het doen. Lijkt me, laten we eerlijk zijn, je bent gewoon echt goed in wat je doet, toch ook? Nu is het echt zo van, deed maar wat. En je bent gewoon goed in wat je doet. Yes, maar ik ben ook zoekende, snap je? Maar het is gewoon fijn om te zien dat het wordt gewaardeerd. Dat ik iets doe wat ik leuk vind. En ja, die erkenning was wel echt, I needed that. Zeker in dit jaar, waarbij er zoveel dingen niet goed gingen. Was dit wel echt even van die... Ja. Voor jou was het natuurlijk ook een bijzonder jaar. Zeker op werkgerelateerd gebied, toch? Ja, ja, zeker. En je doet nu op die aflevering van Propaganda. Exact. Een programma die ik maakte afgelopen jaar. En één ging over online shamen. En over iemand die daar een grote rol in speelde. En ik heb daar heel veel dingen van geleerd. En ik wil het eigenlijk meer daarover hebben. Omdat het gaat heel erg over het feit dat we video's delen en foto's delen. En dat je dat vooral niet moet verder delen. En over de trauma en over de pijn. Ik heb echt met bijna 100 vrouwen gepraat. Eigenlijk voornamelijk vrouwen, meiden. Die er dan heel vaak alleen voor stonden. Omdat hun omgeving zich dan schaamde voor wat er uitgelekt was. En dat waren de meerderheid van de vrouwen met wie ik gesproken heb. Dat is met hun gebeurd. Zij zijn vrienden verloren, familieleden die niet meer met ze praten. Ja. Terwijl dat is dus niet wat diegene nodig heeft. En ik vind vriendschappen sowieso altijd al heel belangrijk in mijn leven. Maar ik heb door met dit soort mensen te praten gewoon geleerd hoe belangrijk het is dat juist wanneer het fout gaat een keertje, dat je vriendinnen er zijn. Zeg maar, als journalist doe ik echt super veel dingen die emotioneel zijn trouwens. Voor anderen, maar ik weet dat ik ook een soort afstand moet bewaren, omdat ik moet niet vanuit die emotie handelen. Kon ik niet dit keer. Ik krijg er nu ook weer kippenvel van. Maar het komt zo binnen, want mensen hebben trauma's, die durven er jaren niet over te praten en het blijft je altijd achtervolgen. Ja, ik weet niet hoe goed ik dat moet meegeven, maar wees er gewoon voor mensen. Ja. Wat is jouw highlight, Vanessa? Wat is mijn highlight? Mijn highlight is eigenlijk dat ik dit jaar voor het eerst soort van op de rem ben gegaan. En even heb stilgestaan bij wat ben ik nou eigenlijk allemaal aan het doen. En welk gedeelte vind ik nou wel tof en welk gedeelte moet ik gewoon loslaten. Maar hoe lekker om te zeggen dat je dan zo krachtig voelde. Ik weet niet hoe low je low was, maar het lijkt me lekker om dan nu te kunnen hier zitten en te kunnen zeggen, you know what, I'm a badass bee. Ja, nee, ik ga niet liegen, man. Die low was wel low. Het ging echt low. Ik wilde niks meer. Ik lag alleen maar in bed. Mm. Ik dacht echt, wat is dit voor leven? Yeah. En dan kwam ook nog eens die coronacrisis. Die shit zaten we ook. En ik woon alleen. En dat betekent dus dat je gewoon vaak alleen bent. Maar goed, het heeft er wel voor gezorgd dat ik mezelf op een andere manier heb leren kennen. En ook heb geleerd dat ik mezelf... Ik moet het mezelf liefde geven. Niemand anders gaat het doen. Ooh. Niemand anders gaat het doen. Ik moet mezelf dat schouderklopje geven. Ja, echt. Ik geef mezelf nu schouderklopjes omdat ik de was heb gedaan en en het ook goed heb gedaan. Mijn hele huis is nu zo netjes. En dan denk ik, ja, Vanessa, goed zo. Mm-hmm. Ik heb eindelijk de tijd om mezelf te ontdekken. Ik ben begonnen met rolschaatsen. Iets wat ik eigenlijk vroeger altijd al wilde, want ik vind het heel tof. Mm-hmm. En nu heb ik ze eindelijk gekocht. En nu ben ik het aan het doen. En het lukt me gewoon en ik vind het leuk. In plaats van heel erg naar de buiten toetreden, wat ik heel lang eigenlijk heb gedaan, heb ik dit jaar echt ervoor gekozen om even terug naar mezelf te gaan. Nice. En
te zoeken wie ik ben en wat ik wil. Best thing you could do, right? Yeah. Ik ben heel benieuwd naar jou, Rowan. Want jij hebt eigenlijk voor iemand anders moeten zorgen. Inderdaad. Ja, voor iemand anders en voor mezelf ook heel erg. Dus ik herken heel erg wat jij zegt. Want ik ben weer mama geworden, wat echt... Moet ik echt zo, weet je, ik word er ook heel emotioneel van. Ik begreep dat nooit als vriendinnen die al moeder zijn, daar emotioneel van werden als ze gingen vertellen over hun baby, over hun kleine. Maar ik merk nu, gelukkig ben ik voorbereid. Ja. Ja, ik merk nu dat ik ook wel echt mijn tijd heb moeten nemen het afgelopen jaar om echt voor mezelf te zorgen en mezelf te nurturen, zodat ik iemand anders kon nurturen. Maar waarom, wat raakt je hierin zo erg? Natuurlijk had het heel anders kunnen zijn, omdat ik eigenlijk dus moeder ben van 2 kindjes. Eentje die heeft het niet gered, de ander heeft het wel gered. En dat je dan continu denkt aan hoe het had kunnen zijn, snap je? Mm. Dus je denkt continu aan de eerste momenten die ik nu met ons tweede kindje heb, die heel fijn zijn en heel leuk zijn. Denk je van, oh, dat had ik ook kunnen hebben met de eerste. Of je denkt heel erg aan hoe hij het had kunnen hebben met zijn broer. Je denkt heel erg altijd van, oké, die roze wolk en het is altijd heel erg mooi. En weet je, je geniet heel erg. Weet je, je gaat wandelingen maken, je gaat met je kind naar de dierentuin. Ja. En gewoon al dat soort gezellige dingen doen. Terwijl ik heel erg juist binnen bleef en niet naar buiten durfde te gaan met hem. Het mooie is wel van, je bent je nu wel bewust van dat je niks voor lief kan nemen. Juist, dus je precies. Bent bewuster van alle momenten die je samen hebt en geniet zeker. Daar nog meer van. Dus zeker. In die zin is die spirit van je zoon er wel altijd bij. Zeker. Door alles wat er is gebeurd voorheen, ben ik wel extra dankbaar. Dus het is echt elke ochtend dat ik wakker word of dat ik ga slapen, ben ik wel super dankbaar voor de family life. Ik had nooit gedacht dat ik zeg maar dat burgerlijke zo chill zou vinden. Ik dacht echt niet dat dat voor mij was. Maar ik geniet er nu wel extra van. Maar ik vind het wel heel kut dat zeg maar iets anders heeft moeten gebeuren. Voor om de dankbaarheid. Ja, snap je? Ja. Ik ben wel heel blij om gewoon weer hier te zijn. En dat ik het wel steeds stapsgewijs meer durf om dat los te laten. En uit die bubbel te stappen en naar buiten te treden. Oeh, wie is de jongste? Ja. That's me. En moet ik dan drinken? Because I'm down. Ja, drink. Wie staat er het langst droog? Oh, dat ben jij. Hoezo ben ik dan? You just actually said it. De meeste mensen zeggen, Vanessa, dat jij moet pakken. Ja, man. Ik weet het niet meer, laat maar. Oké. Wie kan het lekkerst koken? Ja, dat denk ik ook. Omdat ze was niet wakker. Die wilde ik anders ook pakken. Simpele, boom. Wie heeft de mooiste nagels? Pak mijn eigen nagels, dat is echt gierig. Het zijn echt eindejaarsnagels. Kijk, dat kan zien. Nee, maar die gaat sowieso dan. Good luck with that one. Nee, schat. Ik neem nog een slok. Was gezond. Oké. Wie heeft de meeste dates gehad dit jaar? Ja. Ik denk. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, denk... Hij kan wel. Ja, gewoon huts. Hij kan, ja. Oeh! Wie drinkt er het meest? Oh ja, dat wil ik niet meer. Ik heb niet heel veel gedronken, though. Ik heb niet heel even maar hoor, voor de duidelijkheid. Ik heb heel lang. Jawel, ik heb echt gisteren geshopt. Oh. Je gaat sowieso vallen. Pollination. Oeh, zag je die bubbels tegelijkertijd? En niet die, maar dat valt alles. Ja, laat maar. Wat viel jullie op in het nieuws afgelopen jaar? Ik denk voor mij het belangrijkste, grootste en heftigste nieuws vond ik wel Peter R. de Vries. Ik was er echt ziek van. Voor mij was het gewoon, op een gegeven moment ging de discussie heel erg, er werd heel erg gezegd, dit is echt een aanslag op de Nederlandse rechtsstaat. En dit betekent dat er dus een soort van grens is aan wat je kan doen binnen je werk. Want blijkbaar is zijn werk, wat hij in zijn werk doet, wordt het door zoveel mensen of door bepaalde mensen zo erg gehaat, dat ze het nodig vinden om hem neer te schieten. Ja. Toen hij uiteindelijk na 9 dagen kwam hij dan te overlijden, ik vond dat echt super heftig. VTR was ook wel echt een van de, als we gewoon straight praten, een van de weinige witte bekende Nederlanders 100. Die respect had,
zeg maar, in alle communities van kleur. Dus ook als je zag welke mensen allemaal echt gingen rouwen om het verlies van Peter R. Ook dat er een Surinaams bazuinkoor was bij die plek waar hij is neergeschoten. En ik zeg je eerlijk, ik moest wel even een traantje laten. Tuurlijk. Ik kon het gewoon niet bevatten. En het was zelfs zo erg dat ik gewoon vanaf de wc moest roepen wat er was gebeurd. Mm. Zo erg raakte die me. En toen ik dat bazuinkoor zag en al die posts van mensen online. En gewoon bijzonder om te zien dat echt een witte journalist, en dat zie je echt niet vaak als gewoon echt eerlijk zijn, zoveel respect genoot binnen eigenlijk heel veel communities in Nederland. Yeah. Weet je wat je ook zag dit jaar? Dat eigenlijk heel veel mensen een soort van politiek geëngageerd waren ineens. Mm. Ik weet nog het debat van Rutte toen we echt this close waren. Hey, dat Rutte ruimte zou maken, eindelijk gewoon eruit gebonjourd zou worden. Yeah. Ik weet nog dat iedereen dat debat echt tot diep in de nacht zat te volgen en zo. Je hebt ook gekeken? Ik heb ook gekeken. Hey, puntje van mijn stoel. Ik niet aan het kijken, I'm sorry. Ik had echt? Ik vond het zo. En het was zo bijzonder. Ik had er geen vertrouwen in. Ik dacht, ja, voor wat? Het was echt een soort van politieke renaissance of zo in Nederland. Ik merk dat ook nu met corona, als we het dan hebben over gevaccineerden, dat een deel zegt niet gevaccineerden en anderen zeggen bijvoorbeeld ongevaccineerden. Dat is het verschil? Nou, voor mij zit in het woordje on, net als geduld, ongeduld. Er zit een bepaalde waardeoordeel waardoor mensen heel snel worden weggezet als minder dan. En ik merk dat er daardoor een soort van vertroebeling in de communicatie ontstaat. Net als wanneer je praat over mensen die bijvoorbeeld pro-Piet zijn en mensen die anti-Piet zijn. Mensen zijn anti-zwarte Piet. Maar als je pro en anti gelijk tegenover elkaar zet, dat grijs gebied, daar wordt niet over gesproken. Je wil voor- en tegenstanders hebben, want daar zit die frictie in. En ik merk dat wanneer we alleen praten over ongevaccineerden, dat mensen die bijvoorbeeld niet gevaccineerd worden omdat ze misschien een auto-immuunziekte hebben, waardoor ze niet gevaccineerd kunnen worden, of geloofsovertuiging, of misschien niet goed geïnformeerd, of whatever je redenen zijn, dat wordt allemaal weggewuifd. Alsof het mensen zijn die gewoon alleen maar tegendraad zijn, niet willen meewerken, niet aan anderen denken, heel egoïstisch zijn. En zeker nu in een tijd waarbij niemand met elkaar kan zijn en waardevolle gesprekken daarover kan voeren, vind ik dat heel erg gevaarlijk. Ik wens op een beter leven voor iedereen. Ik wens mezelf heel veel tevredenheid. Ik een goede baan in Spanje kan vinden. Nou, volgend jaar hoop ik eigenlijk gewoon dat het jaar veel beter wordt voor iedereen. Dat we sowieso weer gewoon kunnen leven als voor corona. Ik wens eigenlijk iedereen toe dat iedereen ook in de kleine dingen nog iets moois kan zien. Jullie hoop voor volgend jaar. Wat hoop je dat de toekomst gaat brengen? Is er nog hoop? Nee, ja, het voelt wel een beetje. Natuurlijk, we hebben nu net weer de persconferentie gehad waarbij we dus weer een maand zeker in lockdown gaan. En dat voelt heel hopeloos. Maar tegelijkertijd denk ik ook, we doen dit allemaal. Voor iedereen is het moeilijker om te daten, want dat merkte ik ook heel erg. Ben jij nu aan het daten trouwens? Nee, ik ben totaal niet aan het daten. Ik praat met niemand, ik kijk naar niemand. Ik zweer het, ik ben nog nooit zo droog als. Ik geef mezelf gewoon knuffels in bed en ik streel mijn eigen benen. Ja, ik vind het gewoon heel erg moeilijk, omdat je nu eigenlijk echt aangewezen bent op online daten. Online daten heb ik altijd niet zo fijn gevonden, een beetje ongemakkelijk of zo. Maar waarom vind je online daten dan zo awkward? Ik weet niet, man. Het is altijd een verrassing als je iemand ziet nadat je het online hebt ontmoet. En ik zeg je eerlijk, weet je, als ze mij zien, zijn ze sowieso nooit teleurgesteld. Yes! Energy! Ja, nee, echt. Ik weet het. Mijn foto's zijn misschien niet de beste, maar als je mij gaat zien, ga je sowieso blij zijn. Maar ik ben echt vaak teleurgesteld. Oh my god! Ja! Wat? Beyoncé? Wat? Ik moet het toch wat? Wat hoop jij? Ja. Wat hoop ik? Jeetje, wat hoop ik? Ik hoop dat ik wat beter gewoon ga zeggen wat ik voel en wat ik wil en wat ik denk. Nice. Omdat ik dat daar niet altijd even goed in ben geweest. Een beetje aardig wil zijn, weet je. En dat heb ik niet meer. Uiteindelijk moet ik mijn eigen cheerleader zijn. Dus beter zeg maar mezelf beschermen, maar ook gewoon gaan voor met die banaan. En fuck what everybody thinks. Voor mij is de hoop van oké, ik wil dichter bij mezelf blijven en dan gewoon meer kwaliteit tijd hebben met mensen. Maar ook wat jij dat people pleaser, dat heb ik ook wel. Want ik ben altijd die lolbroek en haha, en dan ga ik soms over mijn eigen grenzen heen. Dus ik moet mensen ook leren hoe ze met mij moeten omgaan. Yes. En ik wil ook beter met mezelf omgaan. Yes. Dat is echt voor 2022. Ja, maar grenzen aangeven bij anderen en vooral voor jezelf ook. Ik denk dat in dit jaar eigenlijk dat heel goed gelukt is bij mij. Ik ben altijd de jongste als ik ergens binnenkom op een redactie of zo. En de kleinste. En dat was zo onnodig ook.
Zo onnodig. Maar niet eens meer. Anyhow. Nee, maar ik kon daar in het begin een beetje geïntimideerd van raken. Omdat ik was de jongste. Dat betekent dat ik iets minder ervaring heb dan de rest, weet je wel. Maar ik moet, en daar werd ik zo onzeker van. En toen dacht ik, fuck it, I'm good enough. Weet toch? En dat is gewoon een heel fijn gevoel. Ik durf meer geld te vragen. Ik heb een grotere bek. Ik heb grenzen die ik aangeef. Als je daar overheen gaat, loop ik direct het gesprek uit. Ik heb niets te maken met niemand. En dat is wat ik in 2021 het tweede gedeelte heb geleerd. En in 2022 ga ik daar nog beter in worden. Oeh, teachers. Dat is wat ik ga doen. Dus aan jullie. Ja! En nu ga je mij laten. Oh, ja. Anders in. Ja, ik ken het. Ja. Ik heb iets gehoord over deze tafel, het laat mensen huilen. Hey. Lieve mensen thuis, bedankt voor het kijken dit jaar en uiteraard jullie support. Ja, abonneer op ons YouTube-kanaal, het SpotOn-kanaal en volg ons op alle socials. We nemen even een korte break, maar in februari 2022 zijn we weer terug met een nieuwe serie. We'll be back. Ciao. Later.